Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ik heb vandaag een make-up video. En dit heb ik Instagram gevraagd, @SarahVerwoerd, of jullie een leuk video idee had. En heel veel mensen zeiden van, maak een make-up video. Dat je lekker full glam gaat en je helemaal klaarmaakt. Dus ik heb ook mijn haar gefeund. Ik heb dit leuke jurkje aan. Met een riempje. Dat riempje wil ik eigenlijk niet om. Ik wil eigenlijk een ander riempje om, maar die kan ik niet vinden. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen. Maak een screenshot dat je op mij bent geabonneerd en de notificatiebel aan hebt staan. En stuur dit naar mij op DM op Instagram. En dan misschien ga ik je wel terugvolgen. Isabel! Hi mensen! Ik zie er echt uit als een jas. In deze video heb ik op Instagram story gevraagd of jullie roddels of vooroordelen over mij willen commentaar. En dan ga ik deze in de video bevestigen of ontkrachten. Dus ben je daar benieuwd naar? Vergeet zeker niet te kijken. Oké, ik heb nog mijn make-up voor vandaag. Dat is bijna niks. Laatste restje eraf halen. Wel hou ik mijn wimpers erop, want... ik ga denk ik wimpers opplakken en dan is het wel goed om een beetje mascara nog op te hebben. Oké, ik ga in ieder geval beginnen met mijn hoofd. Mijn huid is echt niet normaal onrustig. Ik heb hier allemaal pukkels en dit heb ik echt normaal nooit. Dus ik weet niet wat het is, maar... en ik ga ondertussen roddels en vooroordelen over mij vestigen of ontkrachten. En die heb ik gevraagd op Instagram. Dus volg je me nog niet, Sarah Verwoerd. Ik heb hier een blemish stick van de Tuinen. En dit is voor pikkels en zo. Dus dit smeer ik als eerste op. En ik doe even een aloe vera lipbalm op, ook van de Tuinen. En nog een dagcreme. Ik gebruik gewoon deze dagcreme van de Tuinen ook. Ik ga hem nu eens opmaken. Ik ga vanavond bola met vriendinnen en daarna ga ik gezellig een drankje doen. Oké, ik ga alvast een eerste roddel. Oh, ik ben zo benieuwd. Erbij pakken. Wat heel veel werd gevraagd is of ik een vriend had. Of ik iets met een jongen heb. Hier, heb je een relatie? Heb je een vriend? Heb je een relatie? Je hebt je een vriendje, dat ik het gezellig met iemand heb, dus in die trant. Dat wordt sowieso super, super vaak gevraagd. Ja, of ik een vriend heb of dat ik met een jongen ga en zo. En ik vind dat het heel lastig antwoord hierop geven. Ik ga ondertussen mijn foundation opdoen. Ik gebruik deze van MAC en deze van Bourjois. En ik vind het altijd super erg lastig antwoord hierop geven, want... ik vind dat gewoon iets wat gewoon heel erg privé is. En ik vind het gewoon lastig om hierop antwoord te geven. Want ik ga, als ik bijvoorbeeld iets met een jongen gewoon een beetje gezellig heb. En nog niet per se een relatie. Wil ik dat het liefst niet op internet zetten. Want dat ten eerste hoeft niet iedereen dat te weten. En ten tweede moet je, als het dan bijvoorbeeld niet werkt. Of je hebt geen contact meer. Dan moet je dat weer gaan zitten uitleggen. En daar heeft... niemand zin in. In ieder geval, ik helemaal niet, want ik krijg er 100.000 vragen over. Of ik op het moment een vriend heb. Nee, ik heb op het moment geen relatie. Ik heb ook geen vriend. Maar ik heb wel, zoals sommigen van jullie zeiden, gewoon iemand nu waar ik gewoon regelmatig mee afspreek. En ja, we kijken gewoon waar het op uitkomt. We vinden allemaal elkaar gewoon allebei leuk. En we zien wel hoe het loopt. Ik bedoel, zo lang is dat nog niet aan de gang. En ja, ik weet niet, ik vind het altijd super lastig om dit soort dingen te delen. Want dat is gewoon best wel privé. En ik ga hem dan ook niet in vlogs doen en zo, want dat is gewoon weird. Maar het is gewoon lastig, want als ik dan bijvoorbeeld met hem ben, dan kan ik niet echt vloggen en zo. En dat is gewoon lastig. Ik heb ook, dat heb ik nooit met jullie gedeeld, afgelopen zomer een relatie gehad. En ik vind sowieso gewoon vanaf welk punt ga je zeg maar iemand op de vlog zetten. Want ik heb geen zin dat ik met iemand ga en dan bijvoorbeeld over een half jaar of over 2 maanden is het dan klaar. En dan kent iedereen hem en dan is hij opeens weer weg. En dan moet je dat allemaal weer gaan zitten uitleggen. En dat is gewoon niet chill. Want heel vaak weet je zelf geen eens wat het is of hoe het gaat lopen. En
Dat is gewoon lastig. Maar ik heb afgelopen zomer een relatie gehad. En dat heb ik nooit op mijn vlogs gezet. Omdat ik gewoon eerst eigenlijk minimaal een half jaar wilde aankijken of het aanbleef. Omdat ik heel erg mijn twijfels erover gehad. Nou, eindstand ben ik blij dat ik het niet heb gedeeld. Want het was binnen 2 maanden of zo alweer uit. En we zijn gewoon goed uit elkaar gegaan en zo. Maar het werkte gewoon niet. En ja, ik ben ook helemaal niet op zoek eigenlijk. Voor mij hoeft een relatie absoluut niet. Ik ben iemand die heel erg op mezelf is. Ik kan ook heel goed alleen zijn. Maar ja, als je helemaal verliefd bent, dan kan je er ook niet omheen. Maar, heel verhaal. Op 1 vraag, heb ik een vriend? Nee. Heb ik het gezellig met iemand? Yes. Maar dat ga je denk ik voorlopig nog niet zien. Dat je met best wel veel jongens iets doet. I don't care, I love your videos. Nou, dat is echt totaal niet waar. Ik heb een relatie gehad. Daarin had ik echt 7 maanden scheid aan iedereen. Nou, toen kreeg ik dus die relatie van de zomer. En nu ga ik met deze jongen. Dus dat is echt niet zo. Ik snap ook niet. Ja, kijk, als je dat wel doet, moet je dan gewoon lekker genieten van je leven. Maar ik ben er niet van. Wanneer ben je ontmaagd? Dat is niet echt een roddel of een vestiging. Hoe noem je dat? Een roddel of een voordeel. Maar ik was volgens mij 15. Ik was 15. Iemand zegt dat je veel aandacht zoekt van jongens. Hoor ik van mensen, maar I don't know why. Dat is raar, want die persoon ken ik niet. En die persoon volgt ook niemand die ik volg. Dus waarschijnlijk een random ass account. Maar dat is echt niet waar. Echt, ik ben echt niet iemand die aandacht zoekt. Ik ben sowieso gewoon heel gezellig met iedereen. Maar ik ben gewoon een heel open, gezellig persoon. Dus misschien kunnen mensen dat verkeerd opvatten, maar ik ben niet iemand die achter jongens aanloopt of zo. Absoluut niet. Ik heb echt nog nooit een jongen gedm'd of weet ik veel. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Zo, ik ben ondertussen make-up aan het doen. Ik had net een beetje concealer opgedaan. Ik doe nu een lichte concealer op. Deze is voor MAC. Pas nu gekocht. En ik doe deze lekker licht, zodat mijn wangetjes lekker weer gaan. En ik ga lekker dik opmaken. Want daar heb ik zin in. Ik vind het trouwens echt moeilijk om te praten en te opmaken tegelijk. Ik snap echt niet hoe mensen dit doen. Dit is echt stressvol. Nee, ik heb gewoon een beetje stress in mijn leven. Want ik heb gewoon nog super veel te doen. Oh, ik mag echt absoluut niet die wenkbrauwen raken. Dat is echt kut. Geen roddel, but you're amazing girl. Dat vind ik echt heel lief. Dat je Isabelle vaker ziet en leuker vindt dan Bo. Die krijg ik ook heel vaak. Je hebt een ruzie met Bo. Je spreekt Bo niet meer. Jullie mogen Bo niet meer. Je is wel leuker. Ga maar zo door. Echt. Ik snap niet. Kijk, ik snap het. Maar kijk. Ja, hoe ga ik dit uitleggen? Jullie zien natuurlijk maar zo'n stukje van mijn week. En het lijkt dan alsof wij Bo niet meer spreken. Tuurlijk spreken we haar minder. Maar het is niet dat we opeens elkaar niet spreken. En Bo die werkt nu gewoon 7 dagen in de week. Die loopt 5 dagen in de week stage. En 2 dagen in de week werkt ze gewoon in het weekend. En ze heeft nu ook een vriend. Dus als ze vrije tijd heeft, is ze vaker met haar vriend. Oh, dit is heel af. Oké, dit was vet awkward. Er stond iemand voor de deur en die kwam er heel weer naar binnen kijken. Dus hij zag dat ik hier fucking erg in mezelf aan het praten was. Is wel een boze. Al mijn beste vriendinnen en ik kan absoluut geen keuze maken tussen hun. Ik ken ze allebei al een heel mijn leven. En ja, weet je. Soms zie je de een gewoon meer als de ander. En dat ja, heeft toch een beetje leven te maken. Is wel, ik volg in dezelfde opleiding. We hebben dezelfde baan. Weet je, we hebben gewoon een beetje hetzelfde leven. En Bo heeft nu een beetje een heel ander leven. Dus zie elkaar gewoon minder. En dit hebben we wel vaker gehad. Ik bedoel, in het begin van quarantaine zag ik Isabel juist bijna niet. Omdat Isabel alleen maar aan het werk was. En Bo geen werk had. Dus had Bo weer heel veel vrije tijd. Dus ja, het ligt gewoon net aan hoe iemands leven is ingedeeld. En ja, ik weet niet. Ik snap het, maar het is gewoon even wat minder. Maar het is niet meteen dat we dan geen vriendinnen meer zijn. Maar ik snap jullie ding, want natuurlijk eerst was ik elke dag met Bo. Toen werkte Bo niet en nu werkt ze weer. En Bo die is gewoon heel erg aan het werken. Die werkt gewoon superveel. Ja, in het begin van quarantaine hadden we vaak wel eens ruzie dat Isabel
Dat stom vond dat Bo en ik er zo vaak samen waren. Dus ja, en ik heb ook wel eens dat bijvoorbeeld ik het heel druk heb. Toen in mijn stagetijd. En dan zijn we Isabel en Bo weer vaker samen. Dus weet je, met z'n drie is sowieso gewoon een kut aantal. En ik spreek Bo gewoon. En ze heeft ook gewoon druk. En ja, er is helemaal niks aan de hand of niks van ruzie. Ik ben er vorige week nog geweest. Dus ja, don't worry guys. Echt. Dan had ik ook heel veel. Je bent arrogant. Je doet arrogant tegen mensen die je niet kent. Ja, gewoon een beetje zeg maar in die richting. Dat kan ik ook begrijpen, want dit hoor ik in mijn privésfeer ook heel veel van. Wow, je bent echt aardig. Ik wist echt niet dat jij zo aardig was of zo. Maar dat soort dingen. Of van, oh, je bent echt lief. Je kijkt, want ik dacht echt dat je me niet mocht en zo. Maar dat komt denk ik omdat ik heel erg een bitchface van mezelf heb. Dus als ik zeg maar gewoon normaal uit mijn ogen kijk, kijk ik heel bitchy. En ja, dit heeft mijn moeder ook. Dit heeft Isabel ook. Het zit gewoon in de familie of zo. Ik weet niet wat het is. Ik moet ondertussen ook nog mijn make-up doen. Maar dit is absoluut niet waar. Ik ben iemand die echt gezellig is met heel de wereld. Ik kan echt met super veel mensen altijd opschieten. En ik vind het super leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik, echt, als je eenmaal mij aanspreekt, dan is dat meteen weg. Dat hoor ik ook altijd van mensen die me bijvoorbeeld nog nooit hadden gesproken. En dan het moment dat ze met me spreken, zegt ze, oh, wat ben jij een gezellige meid, weet je wel. En ik hou van gezelligheid. Ik hou van nieuwe mensen ontmoeten. En ja, ik snap dat mensen me arrogant kunnen vinden, zeg maar, als ze me niet kennen. Maar het is echt niet waar. Echt, als je me ziet, gewoon naar me toe komen. Oh, en ik had ook iemand van dat ik het kut vind als mensen me aanspreken. Of wat was het? Of dat ik het awkward niet leuk vind als kijkers me herkennen dat ik dat arrogant zou doen. Dat is ook echt niet waar. Ik ben echt bijna nog nooit herkend. Maar ja, ik kom natuurlijk niet echt veel buiten mijn buurt nu, zeg maar, door corona. Dus ik ontmoet niet echt, mensen kunnen mij niet echt een plek kennen. Maar dit is ook absoluut niet waar. Ik zou het echt serieus geweldig vinden. Al zou iemand naar me toe lopen dat hij mij herkent. Ik zou dat echt geweldig vinden, ik zweer het. Dat is toch juist wat je wil. Want die mensen, door jullie bestaat mijn kanaal en loopt het allemaal. Dus ja, door jullie is het zeg maar allemaal mogelijk. En daar ben ik jullie niet normaal dankbaar voor. Echt waar. Maar dat is dus absoluut niet waar. Echt, als je me ziet en als je me herkent, loop gewoon naar me toe. Want ik vind het super leuk. Even denken, voor mijn gevoel vergeet ik echt 10.000 stappen. Ja, hier, dat je al gaan tegen mensen die je niet kent. Die had ik ook, maar nee jongens. In ieder geval niet, dat bedoel ik echt absoluut niet. Als je mij ziet en je denkt, oeh, die kijkt niet zo blij. Oh, en wat ook heel een hele grote reden daarvan is dat ik fucking blind ben. Ik zie echt niks gewoon. Ik zie niks. En ik heb heel vaak gewoon niet lenzen of mijn bril. Mijn bril heb ik sowieso net op. En mijn lenzen heb ik ook niet vaak in, want dan vind ik het aan zitten. Dus ik heb heel vaak dat mensen zeggen van, hey, ik zag je nog, maar je deed echt heel raar tegen mij. Je deed echt alsof je me niet kende. Of je deed echt alsof je me niet zag. En dan dacht ik, oh. En dan denk ik, oh nee, dit is zo kut. Maar ik heb je gewoon echt niet gezien. Want ja, ik ben gewoon heel blind. Dus voor mensen die mij niet kennen en denken van, zij doen alsof je me niet ziet. Dat is niet waar, want ik ben echt heel blind. Dan de meest gestelde roddel ever was of ik rook. Deze kwam echt niet normaal voor veel voorbij. En ik snap dat echt niet, want wat, ja, weet je, al zou ik naar iemand kijken en zo denken, oh, rookt hij of rookt hij? Daar denk ik niet eens over na. Ik denk daar gewoon niet over na. Maar misschien ligt het omdat het gewoon wat jonger publiek is. I don't know. Maar nee, ik rook absoluut niet vast. Ik heb wel eens gerookt als ik heel dronken was of met uitgaan. Maar ik heb nooit vast gerookt en het doet ook niet. En jongens ook echt niet doen. Het is één slecht voor je en zonde van je geld. Ik doe het de laatste tijd echt bijna nooit meer. Maar ja, je moet het gewoon niet doen. Echt. Want als je er eenmaal verslaafd bent, dan kom je er ook gewoon niet vanaf. Of heel lastig.
Maar ja, als ik een drankje op heb, dan vind ik het wel eens lekker. Maar dat is de laatste tijd ook echt bijna nooit meer. Ik heb er gewoon geen trek in. Ik word er eigenlijk heel misselijk van. Dus gelukkig voor mezelf. Want het zou niet leuk zijn als ik echt van zo wil. Oké, ik ga denk ik eventjes mijn oogschaduw doen. Of ik scheid heb aan corona. Nou, ik heb geen scheid aan corona. Maar ja, ik ben het niet helemaal mee eens hoe de regering ermee omgaat. Want naar mijn idee, ja kijk, het is gewoon nieuw. Mensen vinden het eng. Dat snap ik. Het is ook eng. Maar ik heb nu wel op een gegeven moment iets van, ja, je kan ook zelf logisch nadenken. En weet je, er zijn veel meer besmettingen, maar de IC's ligt leeg. En eerst liet niemand zich testen. Het is logisch dat er nu meer besmettingen zijn, omdat ook 1000 meer mensen zich laten testen, zeg maar. Dus ik vind het gewoon een beetje dubbel. Ik heb zoiets van, ik kan zelf logisch nadenken wat ik kan doen. Ik blijf gewoon hier in de buurt. Ik ben een tijdje ook naar Amsterdam gegaan, maar daar ben ik mee gestopt. Nadat Isabel corona heeft gekregen, zijn we niet meer in Amsterdam geweest. Misschien gaan we binnenkort wel nog een keertje uit of zo. Maar sorry, ik ben echt geconcentreerd met mijn oogschaduw aan het doen. Maar ik weet niet. Ik vind het allemaal een beetje overdreven dat de hele samenleving... ik zet hier een foto neer en dit is gewoon precies hoe ik erover denk. Dus ik doe mijn oogschaduw en dan gaan jullie dat maar even lekker lezen. Ik wil trouwens ook echt zo graag wimperextensies laten zetten. Gewoon zonder van mijn geld, dan is het gewoon €50 elke keer. En dan denk ik voor wel een paar wimpertjes. Ik ben niet de beste make-up artiest. Ik ben helemaal geen make-up artiest. Maar dit is gewoon ja, hoe ik het doe. En dat laat ik gewoon even lekker zien. En ik vind het gewoon lekker gezellig om te praten en lekker mijn make-up te doen. Dus ja, niet wat ik doe is opeens helemaal goed. Moet je per se volgen of zo. Dat is absoluut niet waar. Maar dit is gewoon hoe ik het doe. En ik doe het eigenlijk altijd hetzelfde als ik full glam ga of gewoon everyday. Ook zei iemand of ik best veel dingen van mijn, dat ik best wel veel dingen van mijn ouders krijg. Nou, was dat maar zo. Was dat maar zo. Kijk, ik heb echt absoluut niet klaar hoor. Zeker niet. Mijn ouders betalen gewoon. Mijn ouders hebben mijn rijbewijs betaald. Mijn ouders hebben gewoon mijn school betaald en zo. En ik betaal mijn telefoon en krijg kleedgeld. Maar als ik wil uit eten of als ik uitga of ja, gewoon meer kleding wil kopen dan ik kleedgeld krijg. Hij gaat uitvallen. Ik had gelijk! Hij was uitgevallen. Dan moet ik dat gewoon allemaal zelf betalen. Dus ja, I wish. Oké, ik ga trouwens ook mijn haar veunen, want daar kreeg ik ook heel veel vragen over hoe ik mijn haar veunde. Ik ga even een fixing spray opsprayen. En ik heb hier een minietje van een Fix Plus van MAC. Die zijn echt geweldig, dus die ga ik even opdoen. Ik denk dat hij op is. Oh nee. Ik kan het zo wel meer gebruiken. Oh, mijn gevoel zie ik er echt niet uit. Jezus. Het gaat echt altijd goed. En dan ga je filmen. En dan ziet het er allemaal weer niet uit. Daar ook zo boos van. Ja. Of ik stiekem bi ben. En die kan ik ook begrijpen. Want ik heb wel eens gezegd in een video dat ik met meiden ook heb gezoend. En dat zijn dan gewoon vriendinnen. En ook met Isabel. Of ik bier met Isabel. Dus Isabel is mijn nichtje. Ja, jongens, dat kan. Ja, dat kan. Maar nou, volgens mij komt het nooit voor dat je bier bent met je nichtje. Ik kan het begrijpen, want ik heb het natuurlijk wel eens gezegd. Maar ja, dat is weer gewoon dronken. Ha, voor de grap zoenen met je vriendin. Ha, lol. Ja, maar er zijn absoluut geen gevoelens bij. Ik ben ook nog nooit verliefd geweest op een meisje. Ik heb nooit iets van gevoelens of aantrekkings gehad tot een meid. Misschien kan het nog komen. Whatever, je weet het nooit. Ja,
Ik vind dat ik sta echt ogen voor open. Maar ik denk bij mezelf dat dat niet gaat gebeuren. Dat ik veel one-night stands heb gehad. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik heb nog nooit een one-night stand gehad. Ik heb er ook geen behoefte aan. Ik heb zoiets van... Nee, ik ben er gewoon niet van. Misschien ben ik ook nog gewoon te jong daarvoor. Ik ben 19. Misschien komt het nog wel als ik ouder ben. Maar ik heb nu nog nooit gehad dat ik behoefte heb aan een one-night stand. Ik denk gewoon niet dat dat iets voor mij is. Ik denk niet dat ik daar heel gelukkig van word of zo. Ja, nee. Ik ben nooit met iemand meegeweest uit de club, mee naar huis of zo. En nee, dat heb ik nooit gehad. Of ik wiet rook. Nou ja, ik heb wel eens gebloot in mijn leven. Niet heel veel. Ik vind het wel leuk, maar het is niet dat ik denk... Ja, het voegt voor mij niet heel veel toe of zo. Ik vind het wel eens leuk om gedaan te hebben. Een paar keer. Ik doe het echt eens in zoveel maanden of zo. En dan vind ik het wel leuk, maar het is niet helemaal mijn ding of zo. Het is niet helemaal wat ik denk. Ik snap echt niet hoe mensen elke dag kunnen blowen. En ik snap ook echt niet hoe mensen op school kunnen blowen en zo. Echt. Holy shit, hoe kan dat? Oh ja. Weet je wat vergeten? Ik heb gewoon highlighter. Ik heb deze Anastasia Beverly Hills Glow Kit. En helemaal is kar gevallen. Maar ik hou van highlighter. Echt. Oeh, dat hoort gewoon bij een glam look. Ik denk dat ik. Zet die wimpers heel erg uit, want ik haat wimpers opdoen. Oh, ik hou van deze highlighter. Echt niet normaal. Hoe pretty. Dan doe ik ook even highlighter in mijn wenkbrauwen en in mijn ogen. Als je trouwens een vraag hebt over waar een make-up product vandaan is of welk het is, moet je dat lekker stellen in de comments. En dan probeer ik daarop te antwoorden. En anders weten misschien andere mensen het wel. Dit geeft meteen echt al een veel frissere look. Ik gooi die kast gewoon. Oké, ik ga nu wimpers op plakken. Dat ga ik even off-camera doen. In ieder geval, ik ga niet off-camera doen. Maar ik ga het denk ik niet allemaal laten zien. Want ik krijg hier altijd 40.000 woede aanvallen. Want dat kan ik niet. Maar ik wil het wel heel graag. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik even doorspoelen. Yay! Mijn wimpers zitten erop. Oké, het heeft volgens mij echt 10 minuten werk gekost. Waar zit het? Yay! Ja, ik ga nu mijn haar krullen. En dat doe ik met dit foamborstel van Babyliss. Ik kreeg heel vaak de vraag over, maar het is deze. Ik weet niet of het scherp was. Maar het is nu al droog. Dus dan pak ik het altijd gewoon lekker in één pluk. En dat kan ik... Nou, en dan zit het eigenlijk gewoon een beetje zo gefeund. En dan pak ik het weer terug. Zo. En dan is het mooi gefeund. Kijk het verschil. En het blijft echt niet zo mooi zitten. Maar echt absoluut niet. Maar ik spray zo gewoon een beetje haarlak erin. En het is zo een beetje in twee delen. Ik moet je zeggen dat de andere kant, deze kant doet altijd beter als deze kant. Sorry dat ik zo veel naar mezelf kijk, echt, ik zweer het. Nu lijkt deze kant weer veel meer geknot. Dus... Joh, het zakt toch allemaal uit, dus wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Ja, dat is dus hoe ik mijn haar doe. Die voorplukken lijken ook echt nergens op. Die doe ik maar lekker achter mijn oor. Het lijkt allemaal zo'n leuke foto, maar in het echt valt het allemaal mee hoor. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie me wat beter willen leren kennen door mijn roddels te bevestigen of te ontkrachten. Volg me nog niet op Instagram. Doe dat dan zeker. @SarahVerwoerd. Vond je video leuk? Geef een duimpje omhoog. Wil je vaker make-up video's? Doe dan ook een duimpje omhoog. Want dit maak ik normaal niet veel, terwijl ik make-up echt super leuk vind. Dus ja, denk je van, doe dit veel vaker, want het is echt super leuk. Duimpje omhoog. Denk je van, meh, laat het maar weten in de reacties. Doe maar niet een duimpje omlaag, want dat is daar ook niet van. Ja, stuur me een DM op Instagram dat je op mij bent geabonneerd en een notificatie wil aan hebben staan. En dan ga ik je misschien wel terugvolgen. En ja,
Gewoon super erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!